Er is iets heel bijzonders, want in Denemarken ben je razend populair. Ja, razend populair. Ik sta daar op nummer 1. Ik vind het heel absurd, maar ik ben blij dat het mij overkomt. Ik heb mijn eerste interview gedaan, een paar dagen terug, per telefoon dan wel te verstaan. En dat ging heel fijn, dat voelde heel goed, echt wel. Nou, het is heel raar gegaan, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. En ik ga dat allemaal niet vertellen, maar ik stond perplex en ik hoorde dat ik op nummer 1 stond daar. En nou, die mensen hebben mij opgebeld en nu zijn ze daar volop bezig om het album proberen uit te brengen daar. En dat vind ik gewoon fantastisch, ja. Is het dan gewoon Vlaamstalig? Het is Nederlandstalig. Dus, en dat vind ik heel raar. Dat vind ik zo vreemd. En, maar alles is, ze zijn er volop mee bezig. De platenmaatschappij en zo. En dus alles klopt. Dus ik vind het wel fantastisch wat mij overkomt natuurlijk. Hoe bekend ben je in Vlaanderen dan? Nou, vrij bekend. Ja, toch wel. Gelukkig maar. Ja, ik toer heel België of heel Vlaanderen rond. En dat gaat heel lekker. Maar... ik voel mij nu ook al heel goed hier in Nederland en ik ontmoet leuke mensen en ja, dat vind ik heel fijn. Je hebt in België heb je ook de Vlaamse top 10. Ja, wat is dat voor lijst eigenlijk? Nou, ja, wat is dat een lijst? Ja, misschien een lijst gelijk in Nederland. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wie hier in de top 10 staat allemaal, maar nou, we komen bij ons wel vaak dezelfde namen tegen, sowieso, ja. Hebben we daar Luc ook al een keer in mogen verwelkomen? Ja, gelukkig wel. Daar heb ik ook al één keer in mogen staan. Ja, ik ben ook heel blij mee, absoluut. Ja, want de Vlaamse top 10, even voor de mensen die het niet kennen. Het is ook elke week bij TV Oranje te zien. Maar hoe wordt dat samengesteld? Nou, het wordt samengesteld. Gewoon de platenmaatschappijen, die hebben artiesten. En die mensen die worden aangeboden. En dan, ja, als er plaat is of je hebt geluk, dan ben je daarbij natuurlijk. Ja.